De bedoeling van die pagina, en dat ligt eigenlijk volledig in jullie handen, of dat gaat werken of niet. J-School. What's up, J-School? Hey, hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidoo, 26 jaar en ik maak elke dag een nieuwe video of een vlog voor jullie. Het is al een aantal dagen gewoon bedvideo's nu. Daar komt terug verandering in, dus geen stress, de vlogs komen er terug aan. En sorry dat ik er niet uitzie, mijn haar is niet gedaan, ik heb geen schmink aan, maar ik zit in mijn bed, weet je wel, dus why would I? Ik zal het een beetje goed schudden, hè? Dan hebben we er toch allemaal nog iets... Zwat. Sometimes you need to look like shit, because... Then you accepteer de momenten meer waar dat je niet like shit looked. It's getting worse. Voilà, en we zien er weer helemaal een fleek uit. Not. Mak niet uit. Ik zat gisteren in de zetel op mijn gsm te scrollen en ik kwam allemaal video's tegen van op Facebook. Je kent dat wel, dat je zo gewoon een scrollmomentje hebt, zowel ik je dat ook. En dan zijn we aan het scrollen en dan zie je de video's en dan zie je echt veel getalenteerde mensen voorbij komen. En ik denk dan altijd zo van... Die mensen worden niet allemaal gezien, weet je wel? En het is zomaar 1 op de 100 dat af en toe eens een kans krijgt om te ontpoppen of weet ik veel wat. Dus, toen heb ik mijn eigen aan het denken gezet. En toen kwam er ineens een geniaal idee binnen en ik dacht van... Yeah, that's gonna be cool. Ik was dus aan het denken, ik heb zelf een redelijk groot bereik. Dus, op wat voor manier kan ik andere mensen hun talenten behelpen zonder dat mijn eigen pagina er volledig vol mee moet staan? Want het moet wel een beetje, ja... Om mij blijven draaien natuurlijk op mijn YouTube-kanaal. Dus elke dag video's van andere mensen erop zou raar zijn. Dus kwam ik met het idee om een ander YouTube-kanaal op te starten. Genaamd YouTube Got Talent. Want je hebt Belgium's Got Talent, je hebt Britain's Got Talent, je hebt Worldwide Got Talent. Zwat, ik dacht dus aan YouTube Got Talent. En ik heb dus een pagina aangemaakt die dat zo noemt. De bedoeling van die pagina, en dat ligt eigenlijk volledig in jullie handen, of dat gaat werken of niet, dat is dat ik 1 of 2 keer per week een video die dat jullie mij doorsturen met jullie eigen talenten of een talent van een vriend of een vriendin, wel altijd toestemming krijgen van die persoon voor dat online te zetten natuurlijk. Maar jullie sturen mij dan gewoon een video door van een aantal minuten. En dat is belangrijk. Geen video's van 10 seconden, 40 seconden, 50 seconden zelfs niet. Dat is meer voor Instagram, snap je? Voor op YouTube moet je zeker aan minstens 3-4 minuten zitten. Maak een video, een compilatie van uw talent. Of doe een paar talenten in 1 video, dat kan ook. Zie wel dat de kwaliteit redelijk goed is. Met een gewone iPhone is dat ook al goed, wat je met een achterkant filmt. Maar niet zo van die brakke kwaliteit, waar dan niks duidelijk is. Want ik wil wel gewoon goede content uploaden. Dat kan zingen zijn, dat kan een instrument bespelen zijn. Dat kan 15 borden op uw tent dragen, terwijl dat gewoon stofzuigers zijn. Dat kan echt van alles zijn. Gewoon een talent dat je hebt en jij denkt van, ik wil dat laten zien aan de wereld. Stuur het mij door. Waar moet je dat op doorsturen? Ik heb een apart e-mailadres aangemaakt. Dat e-mailadres noemt hiddentalentvideo@gmail.com, denk ik. Maar je moet dat nu niet gaan opschrijven, want dat staat in de eerste reactie en ook gewoon in de beschrijving. En daar kun je dus altijd jullie video's op doorsturen. En misschien verschijnt uw video dan wel gewoon op het andere YouTube-kanaal. En natuurlijk gaat dat op het begin weinig bereik hebben. Of weinig. Er zullen wel mensen op abonneren waarschijnlijk. Maar dat gaat niet direct 30.000, 40.000 zijn. Zelfs geen 10.000. Dus het is eigenlijk aan jullie om zoveel mogelijk vrienden, familie, kennissen te laten abonneren op dat kanaal. Want hoe meer mensen dat er abonneren, hoe meer mensen dat jullie talent dus zien. En misschien groeit dat wel naar iets gigantisch mooi, naar een groot platform, waarin dat je binnenkort echt een talent hebt en je laat dat zien, dat je dan misschien ineens 50 e-mails krijgt met jobaanbiedingen of zo. Ik weet het niet. Dat is in ieder geval de bedoeling ervan. Dus het ligt volledig in jullie handen. Ik heb gewoon het kanaal gemaakt. Ik ga dat onderhouden. En jullie moeten zien dat er content op komt en dat er ook abonnees op komen. Uiteraard kan ik er zelf ook wel voor zorgen dat dat kanaal in de lucht schiet met abonnees. Ik kan dat veel delen op mijn eigen socials en zo. Dus dat is een mooie start. En voor de rest is het hopen dat het een beetje werkt. En dat lijkt mij gewoon fijn om mensen die dat dus een talent hebben, op die manier ook een kans
kans te geven in de social media wereld. Dus we zullen waarschijnlijk starten met 1 video in de week. De video's die dat jullie mij sturen, als die goed geëdit zijn, dan laat ik die gewoon zo en zet ik die zo online. Als dat nog iets of wat anders kan, dan zal ik mijn eigen er wel mee bezighouden. Zal ik dat editen en dan plaats ik dat gewoon zo online. Dus het YouTube-kanaal noemt dus YouTube Got Talent. Ik ga alles in het Engels doen, dat verbreedt het publiek ook. Dat wil daarom niet zeggen dat jullie talent in het Engels moet zijn, maar het zou wel fijn zijn, moest dat wel zo zijn, want dat verbreedt uw eigen publiek ook. Dus heb jij een talent? Wilde jij dat laten zien? Stuur mij dan uw video door. Waarschijnlijk via WeTransfer, want via gewoon een mail gaat dat niet verzonden geraken. Dus denk eraan, via WeTransfer kun je dat versturen naar onderstaand e-mailadres. Ik hoop dat jullie dat een beetje een leuk initiatief en een leuk idee vinden. Voor mij is dat ook een leuk ding en ik moet er zelf niet te veel werk in steken. Want ik kan niet 2 kanalen gaan onderhouden. Dus ik kan niet mijn kanaal elke dag onderhouden plus nog een ander kanaal. That's not possible. Dus daarom doen we dat op deze manier. Ik onderhoud gewoon mijn kanaal en jullie onderhouden gewoon dat ander kanaal. So, make it grow. En ik ga ook nog een paar shout-outs geven, maar het is een korte video vandaag. Dat was eigenlijk gewoon even een introductie van hetgene wat ik ga doen. Dus niet zagen dat vandaag een korte video is. Soms mag ik ook even zin en rust hebben of niet. Maar daarom ga ik nog een aantal shout-outs geven. Je weet wel, reageert. Ik hou echt van haar lach. Ook al vind ik iets niet grappig, she makes me happy. Super tof, dankjewel. Ik haat mijn lach ook echt, maar goed. Stephanie2007X, je maakt echt superleuke video's. Ik hoop dat ik je ooit eens ontmoet. Binnenkort, en ik kan nog niet te veel zeggen, maar eigenlijk kon ik gewoon alles zeggen. Binnenkort, vanaf volgende maand, dus in oktober, eind oktober, is er een meet and greet. De maand daarop is er ook een meet and greet. En de maand daarop is er ook een meet and greet. Dus we gaan proberen voor elke maand een meet and greet te doen. Dat is wel elke keer momenteel in Antwerpen op dezelfde plaats waar dat ook de laatste meeting heeft plaatsgevonden. Maar elke meeting is beperkt tot 100 personen. Dus dat wil zeggen dat we echt op 100 stoppen en dat de rest dan de maand erop kan gaan of weet ik veel wat. Binnenkort kunnen we dat allemaal boeken online en dan kunnen we ook al direct boeken voor de maanden erachter, moesten we dat willen. Maar dan weten jullie in ieder geval dat deze er allemaal gaat aankomen en dat jullie mij binnenkort allemaal kunnen knuffeltjes geven. Céline Gillies, like als Shamila haar nieuwe nachtkastjes eindelijk eens in elkaar moet steken. Yeah, it still didn't happen. Dat is eigenlijk echt schandalig deze. Even serieus. Dat is nu ondertussen, ik denk gemakkelijk 3-4 maanden of zo. Ik kan zijn dat ik verkeerd ben, maar ik denk ongeveer 3-4 maanden dat die hier gewoon voor mijn neus staan. Dat zit echt in die doos voor mijn neus. Ik kijk daar nu in. En dat ligt er maar te liggen. Terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet zo moeilijk is voor in elkaar te steken. Ik kan niet met mij gewoon. I need a man in my life. Trouwens, ik had gisteren een Tinder video gemaakt, dus ik was aan Tinderen. En ik krijg keiveel reacties van mensen die dat zeggen. Oh my god, dat is mijn leerkracht. Oh my god, dat was mijn leerkracht vorig jaar. Hoe gênant is dat? Even serieus, dat je leerkracht op Tinder ziet? Like, oh my god. In ieder geval, sorry dat vandaag een korte video is. Ik hoop wel dat je het een leuk idee vindt en dat je je talent wilt delen met de wereld. Dus ik ga straks, als deze video online staat op Instagram, even iedereen laten abonneren op dat kanaal. Dat we toch al een mooie start hebben. En dan hoop ik jullie binnenkort te zien op YouTube Got Talent. Vergeet ook zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken met mijn gezicht op. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog of video. Doei!